Pilipili is eigenlijk een full-service productontwerpbureau. En wij gaan producten bedenken, ontwerpen en ontwikkelen om mensenlevens beter te maken. En daarnaast hebben we eigenlijk een paar jaar geleden een zijproject opgericht. En dat heet Pendulum. Met Pendulum duiken wij eigenlijk specifiek de zorg in. En gaan wij problemen die zich stellen in de zorg oplossen en daar een product voor ontwikkelen. Een van die producten is de toedeurklink. Die vergt eigenlijk een dubbele handeling, waardoor mensen met dementie een bepaalde kamer niet kunnen binnenkomen of buiten gaan. En dat zorgt eigenlijk voor hun eigen veiligheid, zodanig dat ze geen plaatsen kunnen betreden, dat ze niet mogen of kunnen komen. Een ander project is de snoezel. Een mobiele snoezeloplossing. Het voordeel van onze snoezel is dat die dus mobiel is en dat je die eigenlijk tot bij de mensen zelf kan brengen. Dus dat die niet tot een snoezelkamer hoeven te gaan, maar dat ze een licht- en geluidsspectakel kunnen beleven in hun eigen omgeving. Er is een vraag gekomen vanuit een woonzorgcentrum dat mensen met dementie heel vaak op zoek gaan naar iets die in hun herinnering zit. En een van die zaken is een treinrit. Een treinrit is heel herkenbaar. En ons idee is eigenlijk om een fictieve treinwagon te gaan maken en die in een woonzorgcentrum te zetten, zodanig dat de mensen die minder mobiel zijn, de ouderen, niet meer zelf de treinrit moeten nemen of tot bij de trein gaan, maar dat ze eigenlijk de trein tot bij hen komt. Het concept staat vast. Nu, we zijn uiteraard ook wel geïnteresseerd in jullie input. We willen eigenlijk vragen aan jullie om daar een werkbaar prototype van te maken. Welke materialen gaan we kiezen? Hoe gaan we dat gaan opbergen? Waar gaan we dat gaan opbergen? Vinden we een slimme manier om dat op te plooien, zodanig dat dat bijvoorbeeld in een lift kan vervoerd worden? Het concept zelf, ja, in grote lijnen, bestaat eigenlijk uit drie wanden die de treincoupé gaan symboliseren. Met twee bankjes, een raam. Dat raam gaat natuurlijk geen echt raam zijn. Het kan een echt raam zijn, maar wij dachten nu aan een soort display waarop dat we dan een voorbijrijdend landschap kunnen projecteren, of station of personen. Dus op die manier kunnen we de beleving optimaal gaan maken. Een goede voorbereiding zou zijn dat de leerlingen zelf een bezoekje brengen aan het rusthuis om zich dan in te leven in de leefwereld van mensen met dementie. De leerlingen staan er natuurlijk helemaal niet alleen voor. We zijn met een heel team die kan ondersteunen. We zijn ook gewend van met stagiairs te werken en mensen die van school eventjes komen informeren. Dus wij staan wel klaar om jullie te ondersteunen en met de kennis die we hebben te helpen. De treincoupé moet dus heel stevig zijn, eenvoudig te verplaatsen, moet voldoen aan de eisen van het verplegend personeel, maar moet eigenlijk als geen ander de persoon met dementie weer helemaal laten opvleuren en een leuke beleving laten hebben. Willen jullie het groepje zijn dat binnenkort zijn eigen treinwagon heeft staan in West-Vlaamse zorgcentra, kies dan voor Pilipili.